Kevin Yasasentika hebben wij eerder ook belicht. Hij is vanaf zijn vierde leeftijd ziek. Vorig jaar mei werd duidelijk dat hij het papillomavirus heeft met abnormaal celgroei aan zijn hals. Het begon als absces en is later uitgegroeid. Kevin leeft met een trachee-accanule om in noodzakelijke gevallen buiten de mond te ademen. Zijn stembanden zijn beschadigd en hij moet aangepast eten. De zorg kan zijn alleenstaande moeder financieel niet aan. Het kost haar elke dag verband, vloeistof en andere medische benodigdheden. Aan zijn moeder hebben wij nog een geldsbedrag en wat spullen overhandigd ter verpleging. Hiervan het volgende in beeld. 65 1 voor 12 hebben donaties gekregen, waaronder een envelop met een geldsbedrag. En wat spullen, gaasjes, verband voor hem. Wij willen het overdragen, dus bij deze alvast, alstublieft. Ja, heel hartelijk dank voor degene die deze donatie heeft gedaan. En ook 1 voor 12.